motie 3. Die gaat over rekenrente en pensioenen. Goedemorgen, Rick Hendricks, voor de FNV-lid van verantwoordingsraam ABP. En ik praat hier mede namens Linksom en mijn collega Arie de Graaf, ook een oud-Kamerlid. Zekerheid is een van de belangrijkste pijlers voor jong en oud. Hè? Pensioenzekerheid. Maar ons pensioenstelsel staat in de fik. En onze Gijs, samen met de FNV en samen met GroenLinks, is bezig om die fik te blussen. Dat gaat ook lukken. Want als Koolmees niet beweegt, krijgt hij een heel zwaar seizoen. Deze motie gaat over de toekomst. Gaat over ons verkiezingsprogramma. Want we moeten die zekerheid versterken. En dat kan als we het stelsel veranderen en meer in balans brengen. Minder risico, een meer maatschappelijk pensioenfonds, meer maatschappelijk beleggingsbeleid en tegelijkertijd verhogen van de AOW, meer zekerstellen van onze pensioenen. En dat betekent dat je niet met de huidige risicovrije, zoals dat heet, rente kan rekenen. Ik heb meegemaakt in de afgelopen 6 maanden dat onze dekking van het ABP is gedaald van 98 naar 88 om vervolgens binnen een paar maanden weer terug te gaan naar 94. Dat heeft niks te maken met zekerheid. Dat heeft alles te maken met de kapitaalmarkt en de onzekerheid van die kapitaalmarkt. Dat moet veranderen. En dat kan ook veranderen als we de boel in balans brengen. Stem daarom voor deze motie. Duidelijk, er zitten 6 voorstellen in. Dat kan je waarschijnlijk wel in een minuut toelichten. Hè? Zeker. Wij hebben een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Meer dan 1500 miljard hebben we met elkaar gespaard naast de AOW. Dat is ongelooflijk veel geld. De fondsen hebben ook de afgelopen jaren, ondanks de crisis, enorm goede rendementen gemaakt. Maar we krijgen het via de fondsen en de huidige rekenregels niet uitgekeerd aan mensen. Dat geldt zowel voor de werkenden als voor de gepensioneerden. En dat is gewoon niet meer uit te leggen. Daarom hebben wij samen schouder aan schouder met de vakbeweging gestreden voor een pensioenakkoord. Dat onder andere een nieuw pensioencontract omschrijft. Maar ook heel belangrijk, wat we al jaren wilden, eerder stoppen met werken mogelijk maken voor mensen die het zwaar hebben. De AOW die veel te snel omhoog ging, die hebben we vertraagd. En bescherming voor alle werkenden, dus ook voor de ZZP'ers. Wij staan vol voor dat pensioenakkoord. Wij hebben Koolmees wel even gewaarschuwd. Ga niet korten, want dan ben je de Partij van de Arbeid kwijt. Wij moeten naar een nieuw pensioenakkoord of pensioencontract. Daar hebben we de tijd en rust voor nodig. En dan moeten we alle mensen even met rust laten. Dus geen kortingen, nou dat weet ik. En als het goed is, gaat u begin van deze week ook bekendmaken dat hij naar ons gaat luisteren. En dan gaan we werken aan een nieuw pensioencontract, waar we de fondsen meer ruimte geven. Dus dan wil ik ook kijken naar de waardering van de vermogens, onder andere naar de rekenregels. Ik zeg er maar 1 ding bij. De politiek, dat is mijn opvatting ook van de fractie, zal nooit de rekenrente zelf vast moeten zetten. Dat zal in overleg moeten met deskundigen, de pensioenfondsen. Want als je dat eenmaal in de handen geeft aan de politiek, die rekenrente, dan wordt het een speelbal. Die rekenrente moet beter, dat ben ik helemaal met de indieners eens, maar laat het aan deskundigen en specialisten. Dus wat betekent dat voor deze motie? Met deze opmerking omarmen we de motie. Goed. Nou. Ja, dat is een applaus. Even kom op. Daar stel ik u voor om deze motie ook met applaus. Ja. Met applaus aan.